Dit is de Withings Health App. En ik ga hier even kort heen praten voor de review van twee apparaten. En wel de Blood Pressure Monitor en de Body Cardio. Die heb ik beide gekoppeld aan deze app. In het overzicht van gekoppelde apparaten zie je al allerlei apparaatspecifieke instellingen. Nou, dat ze dat op deze manier oplossen is heel netjes. Want feitelijk betekent het dat de instellingen echt gescheiden worden van de functie van de totale app. Leuk is bij de weegschaal inderdaad dat je dus allerlei dingen kunt instellen die je op het schermpje wil zien en dingen die je eigenlijk niet interesseren. Ja, terwijl zijn bijvoorbeeld het weerbericht. Het is leuk dat hij dat weergeeft, maar mij interesseert het echt geen ruk, want ik kan gewoon naar buiten kijken. En ik heb betere apps op mijn smartphone die net iets mooier de boel weergeven. Dus waarom zou ik tijd besteden aan het kijken naar het weerbericht? Terwijl wat ik wel wil weten bijvoorbeeld, is wat mijn spier- en botmassa doen. En ja, de stap die ik in de vorige dag heb gezet, nee, dat wil ik eigenlijk ook niet weten. Heart rate, ja, wil ik wel weten. Body water, is het leuk om te weten. Vetmassa, ja, prima. Gewicht trend, ja, dat is mij iets te confronterend, dus die zet ik uit. Maar het gewicht zelf wil ik wel weer weten. Nou, lekker handig. Dat ik dat op die manier kan instellen. Blood pressure monitor, daar is iets minder in te stellen. In die zin dat ik kan zien wat het batterijniveau is. Want iedere keer als ik hem aanzet, dan update hij dat eventjes. En er is een kleine FAQ die aangeeft hoe je ermee werkt. En die verbind je feitelijk door gewoon met de Withings website. Nou, ik heb niet zo'n heel denderend bereik nu, zie ik. Goed. Dat is eigenlijk een beetje het belangrijkste wat je moet weten over de instellingen. Voor de rest, ja, snel koppeling naar de store om natuurlijk meer Withings gadgets te kopen. Je hebt hier een dashboardje. Ja, dit is voor mij heel confronterend. Je ziet hier een enorme uitschieter in het gewicht al meteen. Ja, dat is de kerst. Je ziet ook de kerststress bij mijn bloeddruk terugkomen. Prachtig weergegeven in een grafiekje. De grafiek loopt wat naar achteren en dat heeft ermee te maken dat ik heel lang deze gadget niet heb gebruikt. Dit was ten tijde van de vorige keer dat ik een review eroverheen overschreef. Nou, je ziet aardig wat fluctuaties. En inmiddels ligt mijn bloeddruk volgens de berekeningen wat hoger. En dat is negatief, dus voor mij is het tijd om weer eens lekker naar de huisarts te gaan. Heart rate geeft aan hoe het zit met mijn hartslag. Nou, dat is altijd een mooie indicatie voor stress, maar het is heel erg indicatief. En de pulse wave velocity, ja, daar doet hij op zich nog niks mee. De pulse wave velocity haalt hij trouwens weer van de weegschaal af. Dat is geen informatie die afkomstig is van de bloeddrukband. Dit is echt een weegschaal feature. En ja, dat is eigenlijk een beetje het grote nadeel van de weegschaal. Ik heb dit nog niet aan de praat gekregen. Je moet daarvoor 5 succesvolle metingen hebben waarbij je voetjes precies goed staan. En in de 3 weken dat ik hem nu gebruik is dat nog niet echt gelukt. Nou, voor de rest activity, de stappen, die meet hij op basis van de app die op je smartphone op de achtergrond nog een beetje sensoren in de gaten houdt. Gewicht wat ik al aangaf, dramatisch in mijn geval. Stijgende lijn ten opzichte van de vorige weegschaal die ik van ze heb getest, want het is niet de eerste weegschaal, het is wel de modernste weegschaal. Dus dit is geen test van een weegschaal die we al een keertje eerder hebben getest. Body composition laat in ieder geval wel zien dat mijn hoeveelheid vet dat een beetje aan het afnemen is. Body water ligt wat hoger. Nou goed, ik moest vanmorgen ook eigenlijk nog eerst even naar de wc. Spiermassa is ook wat groter geworden. Dat is natuurlijk wel positief. Je wil niet dat je vetten oplopen. En mijn botmassa is gek genoeg ook wat toegenomen, terwijl ik toch echt wel uit de groei ben. Nou ja, goed, het zijn natuurlijk metingen en vooral schattingen. En mijn BMI die laat in ieder geval zien dat ik ook daar echt nog wel voor 2017 een paar werkpuntjes heb. Goed, dit is dus de dashboard. Je kunt ook naar de timeline kijken, dan zie je echt individueel wanneer heb je welke metingen gedaan en hoe zagen die eruit. Af en toe krijg je daarbij ook tips. Hè? Geen polsgolfsnelheid gemeten. Hoe moet je op het ding gaan staan? Geloof me, dit probeer ik iedere keer. Is moeilijker dan dat het lijkt. Je krijgt tussendoor motiverende verhalen over hoe andere mensen af zijn gevallen. Tips met leuke recepten. Dus dit is echt de timeline. Timeline is wat dat betreft leuk, maar het laat heel weinig zien. Dit is echt waar het om gaat. Dit laat zien waar jij aan toe bent. Dit laat zien wat jouw gezondheid is. Wil je meer weten over deze reviews? Check dan even de link onderaan deze video.